Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij de derde dag van de mini-marathon van augustus. Derde dag alweer, de tijd vliegt. Vandaag heb ik een procesvideo in mijn Travelers Notebook voor jullie. Ik ga aan de slag met mijn waterverf van Prima Marketing, de Pastel Dreams. En ik gebruik deze roze koraalkleurige tint, omdat ik deze wel vond passen bij de bloem die op de linkerpagina zit. Ik heb besloten in dit boekje om niet dezelfde elementen te gebruiken als de linkerpagina, als de pagina's niet bij elkaar horen, maar wel een beetje soortgelijke kleuren terug te laten komen. Maar wel dat je duidelijk ziet dat het verschillende bladzijden en verschillende dagen zijn. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is voor jullie. Ik ga mijn papier dus matten op dit donkerblauwe achtergrondpapier. Ik gebruik de Fade collectie van Simple Stories hiervoor. En ik ga de randjes eventjes ruw maken met mijn Distress Tool. Ondertussen kan de waterverf mooi drogen. Ik heb geen zin om heat tool te gebruiken en waterverf is zo droog. Dus als je het in deze volgorde doet, gaat het helemaal goed. Vervolgens heb ik wat rubbons en ik wil heel graag eentje van deze gebruiken. Ik heb ze al heel lang niet meer gebruikt, rubbons. Eigenlijk de laatste keer was in het begin van mijn andere Travelers Notebook. En ik kwam ze ineens tegen en dacht, oh, maar dat is leuk. Ik knip deze uit. Als je rubbons gebruikt, is het handig om ze uit te knippen. Ik heb ook een keer gedaan zonder ze uit te knippen, maar dan laat je ook andere stukjes zwart achter. Dus dat is minder handig. Uitknippen en dan eroverheen bewegen werkt het beste. Sorry voor het geschud trouwens, maar dat komt omdat ik aan het wrijven was. Ik heb de Lovely staat er, mocht je het niet kunnen lezen. Ik zie dat zo de V niet helemaal duidelijk is. Maar ik heb die bewust verticaal gedaan, dus op zijn kant. Ik vond dat een leuk effect in plaats van recht zoals die eigenlijk hoort. Je ziet me hier mijn verderpunts van EK Succes erbij pakken en verschillende kleurtjes uitstansen. En ik kies daarvoor weer voor die donkerblauwe, voor de gele die ook in de bloemetjes terugkomt van de linkerpagina en het groenige mintkleurtje wat ook op die pagina terugkomt. Je ziet me een beetje vogelen met deze veertjes. Uiteindelijk belanden ze helemaal niet op de pagina. Maar ik heb alles van het hele proces er voor jullie in laten zitten. Dit ook om te laten zien dat, ja, zoals ik vaak al zeg, ik begin zonder een idee aan een pagina. En het wisselt nog wel eens. Soms probeer ik verschillende dingen uit en denk ik, nee, dat wordt hem niet. En nou, dit lijkt ook totaal niet op de pagina die het uiteindelijk is geworden. Draad erbij geprobeerd, werd het ook niet. Dus weg. Alles maar weg. Ik ga weer terug naar mijn papiertjes, maar ik wilde geen bloemetjes gebruiken omdat die op de linkerpagina al zaten. En ik mijn pagina's wel echt verschillend wilde houden. Dus ik dacht, nou, dan maar eerst mijn borden eromheen en misschien kom ik dan op een idee. Het is eigenlijk, ik heb de video 3 keer versneld, dus ik heb er 20 minuutjes over gedaan, denk ik. Maar zo zie je hoe er in mijn gedachten in 20 minuten tijd heel veel verschillende ideeën op kunnen komen. Ik heb hier besloten om deze labelstempel erbij te pakken en de gele inkt is van Kaisercraft en de andere inktjes zijn van Versamagic die ik zo meteen ga gebruiken en ik besluit dat dit hem toch echt wordt. Niet meer te veel twijfelen, nu gewoon doen. Ik stempel 3 labeltjes af op 2 verschillende plekken. Diagonaal tegenover elkaar en zo zie je dat ik dus rechts onderin en links bovenin een clustertje aan het maken ben. Ook de mintkleur. En ik stempel ze half en maak tussendoor mijn stempel altijd even schoon met een billendoekje. En dat was het begin. En toen dacht ik, ja, en nu? Liep ik weer vast. Geen idee wat ik ging doen. Nog verder tussen de stempels kijken, want ik vond labeltjes wel erg leeg. Dus ik dacht, daar moet ik iets mee, maar wat ga ik doen? Uiteindelijk ga ik niet met stempels aan de slag, maar gebruik ik gewoon mijn pen. Sorry hoor, mijn kat. Die dacht even de bank als krabbaal te gaan gebruiken. Ik heb de nadel
ondertussen gestempeld en nu zet ik kruisjes op verschillende plekken in de labeltjes. Dit geeft een extra detail waardoor ik ineens vind dat ze wel af zijn, zonder dat je er eigenlijk heel veel moeite voor hoeft te doen. Ook bovenin wat kruisjes en ik zet ze bewust op verschillende plekken en niet netjes in een lijn. Vervolgens heb ik mijn journaling geschreven en toen dacht ik, ja, ik hou een gaatje over, want ik had niet heel veel journaling te schrijven, dus daar moet nog wat mee. Ik had het bloemetjesrondje al een keer eerder uitgeponst met mijn 1-inch cirkelpons en besloot er nu nog twee andere kleurtjes bij te ponsen en deze zo achter mijn foto te steken. Even kijken, dan ga ik mijn Tiny Word stickers van Tim Holtz erbij pakken als het goed is. Ja. En ik plaats een zwarte uitspraak over deze over de rondjes heen. Deze knip ik door de helft. Dit heb je me mogelijk al vaker zien doen. Maar ik vind dat een leuk effect in plaats van één lange. Om ze zo half bij elkaar. Volgens mij zegt het zinnetje forever is composed of nows. Toepasselijke zinnetje voor mijn foto van deze keer. Want het is gewoon in het hier en nu zijn. Ik lig met mijn kat op de bank uit uitrusten. Dus vandaar. Ik gebruik mijn Nouveau Crystal Clear Drops in het goud. En ik besluit nog wat stipjes, rondjes toe te voegen met mijn zwarte pen. Om nog net wat meer detail te geven. Dit doe ik op 3 verschillende plekken. Rondom de Nouveau Drops die ik gedaan heb. En dan is mijn pagina af. Vond je het leuk om hem te zien? Geef me een like. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit is de derde dag van de mini-marathon. Dus dat houdt in dat er nog 4 dagen volgen. Want ik doe altijd de eerste 7 dagen van de maand een nieuwe video. En vervolgens elke vrijdag en elke maandag. Ik hoop je morgen weer te zien. Tot dan. Voor nu, bedankt voor het kijken. Doei!